ideale situatie op dit bedrijf is dat de aardappelen die in de kisten gedaan worden bij de oogst, komen voor de droogwand, waarbij ik gebruik maak van modulerende gaskachels. De temperatuurverschil tussen de ingaande lucht en het producttemperatuur kun je dan instellen op maximaal 2 graden. Je voert dan niet extra vocht aan en je hebt het product in 1 dag droog. Door gebruik te maken van modulerende gaskachels ben je veel flexibeler. Je kan onafhankelijk van wat de buitentemperatuur is, kun je altijd de juiste temperatuur inblazen in je product. Het drogen van het product, dan kun je niet om het Mollier-diagram heen. Je hebt nodig de buitentemperatuur, je hebt nodig de temperatuur van je product en ook de relatieve vochtigheid van de buitenlucht. In de kisten komen allemaal meetvoelers, boven in het product of halverwege de rij, onder in de rij, op zoveel mogelijk verschillende plekken. En dan kun je aflezen vanuit het Mollier-diagram wanneer het goed is om te drogen. Ik maak hier gebruik van een bewaarcomputer, maar het is een hulpmiddel. Je moet zelf iedere dag controleren wat je doet en hoe het product ervoor staat. Bij de oogst, als het erg nat is, dan drogen wij langer door om een beetje krimp te forceren, zodat bij het sorteren de grond er ook iets makkelijker aan wil. Ja, het bewaarproces duurt tot en met het afleveren. Je moet het product snel drogen en ook droog houden. Ook als het weer uit de koeling komt, moet je het eerst weer laten acclimatiseren, dus weer voor de droogwand. Daarmee voorkom je ook dat de zilverschurft zich uit kan breiden. Ja, samenvattend, gebruik kachels bij het drogen, bij het inschuren. Niet eerder koelen dan dat je product droog is. En ook weer je product opwarmen als je het gaat afleveren. Je bent trots als boer op je product en je wilt een zo goed mogelijk product afleveren. En als we dat met elkaar als telers binnen de pool van de HZPC zouden doen, dan hebben we een kwalitatief sterk product in de markt en dat vertaalt zich altijd terug in een goede prijs.